Hoewel dit hoofdstuk de naam heeft van gassen, gaan we niet alleen gassen bekijken, maar we gaan eigenlijk beginnen met hoe zitten nu alle stoffen in elkaar, zowel gassen, vloeistoffen als vaste stoffen. En we gaan ook kijken wat gebeurt er nu als je energie toevoegt aan zo'n stof of onttrekt aan zo'n stof. En om dat te kunnen gaan we gebruik maken van een model, en dat is het molecuulmodel. Dat zal jullie al bekend zijn. We gaan het toch maar eventjes herhalen. De belangrijke puntjes gaan we nog even uithalen. En dat model gaan we gebruiken om te proberen te begrijpen wat er gebeurt in een stof. Hoe zag het er ook weer uit, het molecuulmodel? Het molecuulmodel gaat ervan uit dat alle stoffen bestaan uit hele kleine deeltjes. En die deeltjes noemen we dan moleculen. Om het simpel te houden, mag je gewoon bedenken dat die deeltjes eruit zien als bolletjes. In het echt zijn ze veel complexer dan dat. Maar dat is helemaal niet van belang voor ons model. Dus je mag het visualiseren als kleine bolletjes. En elke stof heeft zijn eigen soort bolletje. Dat heet dan een molecuul. En ook dat moleculen eigenlijk weer bestaan uit kleinere onderdelen, atomen. Dat punt is eigenlijk niet zo verschrikkelijk belangrijk voor ons verhaal nu. Wat wel belangrijk is, is dat deze moleculen elkaar kunnen aantrekken. En dat doen ze met een kracht die dan heet de Van der Waalskracht. En die aantrekkende kracht is vooral groot als moleculen zich heel dicht bij elkaar bevinden. Wordt die afstand wat groter, dan zal die kracht heel snel afnemen tot bijna nul. Daarnaast is er ook altijd sprake van een ruimte tussen de moleculen, de intermoleculaire ruimte. En dat is ook belangrijk. Zeker met het oog op puntje 4, want moleculen die bewegen eigenlijk altijd en die botsen continu. En daar hebben ze dus wel de ruimte voor nodig en die ruimte is er dus ook. Dus moleculen staan niet stil, ze bewegen, je kunt ze zien als bolletjes, ze trekken elkaar aan. Hoe kun je dat nou visualiseren? Nou, ik wil het duidelijk maken met een appletje die ik hier tevoorschijn heb getoverd. In dit appletje zie je een x aantal bolletjes, dat zijn dus de moleculen, die zitten in een vat. En je ziet dat ze allemaal kriskras door elkaar bewegen, ze botsen continu. En wat je ook kunt zien, en het wordt duidelijk gemaakt met de kleurtjes, is dat ze continu van richting veranderen en ook van snelheid veranderen. De kleurtjes geven eigenlijk de snelheid aan. Ik zal het eventjes stilzetten. En wat je al meteen ziet, is dat niet geldt dat alle moleculen altijd dezelfde snelheid hebben. Hieronder kun je dat mooi zien, hier zie je een verdeling van de snelheid. En dan zie je dus dat er moleculen zijn die heel snel bewegen. Die zitten wat meer aan de rechterkant. Die zijn wit. Er zijn moleculen die bewegen heel langzaam. Die zijn blauw. En als je nou zo'n molecuul zou volgen, dat is vrijwel onmogelijk, maar als je hem zou volgen, dan zul je zien dat die snelheid en dus ook de kleur van zo'n bolletje continu verandert. Dat is al een belangrijk feit. Die nemen we ook mee naar een volgende sheet. Het is dus niet zo dat alle moleculen altijd precies dezelfde snelheid hebben. Natuurlijk is het ook interessant om te kijken naar de energie. Hoe zit het nou met de energie van een molecuul? We gaan dadelijk ook kijken wat gebeurt er als je er energie aan toevoegt of energie aan onttrekt. Om dat te kunnen snappen moeten we eerst eens gaan kijken wat voor energie of energieën heeft nu een molecuul. En de energie van een molecuul wordt genoemd de inwendige energie. Maar die bestaat uit twee componenten. Ten eerste is dat de Van der Waals energie. En die Van der Waals energie hangt af van de afstand tussen de moleculen. En als tweede is dat de kinetische energie. En de kinetische energie hangt af van de snelheid van elk molecuul. Hoe kun je nou die Van der Waals energie voor jezelf duidelijk maken? Dan is het eigenlijk wel handig om te denken aan twee magneten. Een Noord- en een Zuidpool zitten aan elkaar vast. En nu wil je die twee magneten uit elkaar trekken. Dan moet je daar... Je moet er moeite voor doen, je moet er arbeid in stoppen. Je moet er natuurkundig gezien arbeid in stoppen. Jij bent energie kwijt als je die twee magneten uit elkaar trekt. Energie gaat natuurlijk niet verloren, die wordt opgeslagen in een andere soort energie. En in dit geval zouden we het dan noemen een magnetische energie. Laat je de magneten daarna weer los, dan zullen ze naar elkaar toe bewegen. En dan wordt die magnetische energie omgezet in kinetische energie. En dan zullen ze met een bepaalde snelheid elkaar raken. Trek je de magneten wat verder uit elkaar dan de eerste keer, dan moet je daar iets meer energie voor gebruiken. En als je ze loslaat, zullen ze ook met een iets grotere snelheid op elkaar botsen. Op een gegeven moment, als je de magneten ver genoeg uit elkaar trekt, ja, dan hoef je verder geen
moeite mee te doen om ze nog verder uit elkaar te trekken, want die magnetische kracht is dan zo klein geworden, zo goed als nul geworden, dat je daar verder niks meer van voelt. Als je de twee magneten 5 meter uit elkaar haalt, dan zijn ze in principe vrij, zijn ze los van elkaar, ze voelen elkaar niet meer, die kracht is nul geworden. Nou, op precies dezelfde manier kun je ook die van der Waals-energie bekijken. Zitten twee moleculen dicht bij elkaar, dan voelen ze elkaars kracht. Je moet dan moeite doen om die moleculen uit elkaar te trekken. En hoe verder weg van elkaar, hoe kleiner die kracht wordt, hoe meer van der Waals-energie ze hebben allebei. En zijn de moleculen relatief heel erg ver van elkaar, dan is de van der Waals-kracht zo goed als nul. En de van der Waals-energie verandert dan ook niet meer. Het molecuul heeft dan zijn maximale hoeveelheid van der Waals-energie. Dan is hij dus helemaal los van de andere molecuul. En we gaan later zien dat dat dus een typische eigenschap is van een gas. Bij die kinetische energie, nogmaals erop wijzen dat die afhangt van de snelheid van de moleculen, maar dat de moleculen niet allemaal precies dezelfde snelheid hebben, dus die moleculen hebben ook niet allemaal precies dezelfde hoeveelheid kinetische energie. In formulevorm ziet het dan zo uit: E inwendig is E kinetisch plus E van de Waals. Zou je nou van buitenaf energie toevoeren aan het systeem, dan spreken we van een endotherm proces. Onttrek je energie aan het systeem, dan hebben we te maken met een exotherm proces. Nou, hier komen we straks nog op terug bij de volgende sheet. Hoe zit het dan met de temperatuur? Nou, natuurkundig gezien blijkt dat de temperatuur gekoppeld is aan de hoeveelheid kinetische energie van de stof. En dan geldt natuurlijk de gemiddelde kinetische energie van al de moleculen die je aan het bekijken bent. De gemiddelde kinetische energie bepaalt de temperatuur. En dus niet de snelheid. Daar zal ik daar ook nog een voorbeeldje van laten zien. Als je nu gaat kijken naar hoe ziet dat eruit als ik dat ga uitzetten in een grafiek. Een grafiek waarbij ik op de x-as de hoeveelheid kinetische energie zet en op de y-as de temperatuur zou zetten. Hoe ziet het dan uit? Dan blijkt dat er zo uit te zien. Dat is een redelijk rechtlijnig verband. Op een gegeven moment krijg je wel dat de ene stof in de andere stof verandert, dan krijg je wel andere processen, maar het is redelijk lineair loopt dat op. Als er geen kinetische energie in een molecuul zit, dan heeft hij dus ook de laagste temperatuur. En die temperatuur noemen we 0, alleen geen 0 graden Celsius, maar 0 Kelvin. Dus bij 0 Kelvin hebben de moleculen geen snelheid en dus ook geen kinetische energie. Nou, wat je moet onthouden is dat 0 Kelvin dat het gelijk is aan min 273,15 graden Celsius. En dat is de laagste temperatuur die je kunt bereiken. We kunnen ook ons modelletje er even bij pakken van de moleculen. We hebben al gezien, de temperatuur hangt af niet van de snelheid van de moleculen, maar van de kinetische energie. Wat nu als ik een vat heb gevuld met niet één soort moleculen, maar twee? Dat kan ik hier makkelijk kiezen. Zo, dat even stilzetten. Ik heb nu twee soorten moleculen. De ene molecuul is echter een stukje groter en dus ook zwaarder dan het andere molecuul. Ze bevinden zich in hetzelfde vat. Ik mag ervan uitgaan dat als je dan eventjes wacht, dan krijg je dat overal in het vat dezelfde temperatuur ontstaat. En de temperatuur hangt af van die kinetische energie. Wat gebeurt er dan met de snelheid van het lichte molecuul ten opzichte van die van het zware molecuul? Nou, ik zal hem eens laten draaien weer. Dan kun je dat zelf denk ik wel zien. Kinetische energie moet gemiddeld even groot zijn bij een zwaar en bij een licht molecuul. Maar de kinetische energie die hangt van twee dingen af: de massa en de snelheid. Omdat het lichte molecuul een veel kleinere massa heeft dan het zware molecuul, zal die dus een hogere snelheid moeten hebben dan het zware molecuul om evenveel kinetische energie te hebben. En je ziet dat wel in het plaatje. De zware knikkertjes die bewegen een stuk langzamer dan de kleinere lichte knikkertjes. Tot slot de fase en de faseovergangen. Dit is natuurlijk al een keer eerder langskomen. De termen moet je kennen en herkennen.
Er staan nu ook nog in het rood twee andere termen bij. Dat zijn die twee processen die ik al had genoemd. Is het een exotherm of een endotherm proces? Nou, laten we beginnen met vast. Als de temperatuur heel erg laag is, dan zijn vrijwel alle stoffen zijn te vinden in vaste vorm. Ze hebben dan heel weinig inwendige energie. Dat houdt in dat ze een heel weinig kinetische energie hebben. Dus ze bewegen heel langzaam. En in vaste vorm wil dat eigenlijk zeggen dat ze trillen om een bepaald punt. En ze hebben ook heel weinig van der Waals energie. En dat is omdat ze allemaal dicht bij elkaar zitten, de moleculen. Ga je er energie aan toevoegen, endotherm dus, je gaat van buitenaf energie toevoegen aan het systeem, dan zal de kinetische energie toenemen, de moleculen gaan steeds harder trillen. En daarnaast zal ook de van der Waals energie toenemen, waardoor de moleculen steeds verder uit elkaar gaan zitten. En dat weten we eigenlijk ook wel, want een stof die je verhit, een vaste stof die je verhit, die zet uit. En hij wordt ook warmer. En dat warmer, dat hangt dus samen met de kinetische energie, oftewel de snelheid van die deeltjes. Op een gegeven moment wordt het zo warm dat de moleculen loskomen van hun plekje eigenlijk. En dan spreken we niet meer over vast, maar over vloeibaar. Dan kun je natuurlijk nog steeds energie eraan toe blijven voegen, endotherme reactie. De moleculen zullen dan nog steeds sneller gaan bewegen, ze gaan nog verder uit elkaar en op een gegeven moment gaan ze eigenlijk los van elkaar. Dan kom je in een gas en dan hebben we dus moleculen in een gasvorm. Die bevinden zich eigenlijk altijd zo ver uit elkaar dat ze elkaar amper nog maar voelen. Die van der Waals kracht is vrijwel nul, de van der Waals energie is maximaal. En ga je er nog meer energie van buiten aan toevoegen, dan zal de snelheid toenemen. Waardoor dus de temperatuur toeneemt.